Ruben Schaken, het gaat nu allemaal gebeuren. Wat verwacht je ervan? Dat het leuk wordt natuurlijk. Alles op je af laten komen, genieten. En vooral mijn best doen, hè. Daar zijn we hier voor. Ja, dan kom je hier aan met de twee andere Feyenoorders, Jan Maat en Martin Zin. Die zitten nog niet langer bij, maar ze hebben wel het al meegemaakt. Wat hebben ze tegen je gezegd? Ja, vooral dat ik moet genieten en een beetje verteld hoe het eraan toe gaat en hoe de andere gasten zijn. Dus al met al positief. Ja, hoe is vannacht gegaan? Ben je dan toch gespannen, alsof het je eerste schooldag is? Ja, een beetje wel. Gezonde spanning noem ik het. En meer ook niet. Ik zit lekker in mijn vel, ik voel me goed. Dus ik ben blij dat ik hierbij mag zijn. En zoals ik al zei, we gaan hard werken hier en dan kijken wat eruit komt. Ja, wat wordt je doelstelling de komende wedstrijden? Minuten maken of met name genieten? Nee, debuut maken, dat zal natuurlijk het allermooiste zijn. En daar ga ik ook voor. Ja. Nu, je weet hoe mensen zijn. Sommigen zijn criticassers. Die zeggen, wat moet zo'n dertiger bij het Nederlands elftal? Bijvoorbeeld Johan Derksen zegt, van hij mag wel blij zijn dat hij bij Feyenoord speelt. Wat doe je met dat soort kritiek? Nou, die schud ik van me af. Dat is mooi dat mensen zo denken. En dat hebben ze altijd over mij gedacht. Ik heb altijd moeten vechten tegen dat soort kritiek. En uiteindelijk ben ik er nog steeds. En het gaat allemaal mooi door. Dus ik laat me niet gek maken. Heb je al gesproken met de bondscoach of ga je dat nu zo snel mogelijk doen? Nog niet gedaan, dus ik neem aan dat het gaat gebeuren. Ja, met wat voor gevoel keer je hier nu bij het Nederlands elftal na gisteren? Het gelijkspel bij Groningen, waar jullie misschien blij mochten zijn omdat jullie met 10 man speelden, maar toch puntverlies? Ja, natuurlijk is het puntverlies. Alleen als je kijkt naar de wedstrijd en de omstandigheden, rode kaart, 10 man, mag je blij zijn dat je daar toch een punt aan overhaalt. Dus het is eigenlijk een gewone punt. En dan ben ik hier met een heel trots gevoel, dus ik kan niet wachten.